Ja, we hebben het de afgelopen week allemaal van dichtbij kunnen meemaken. De Tweede Golfoorlog gaat niet door. Bij ons in Kopsprekers nu overste ter land. Welkom. Spijkerman. Ja. En ook schout bij nacht ter zee. U, ja, welkom. Plaats rust. Ja. Nou, het gaat niet door. Nee, het gaat niet door, hè? Nee, het gaat niet door. Nee. Gelukkig. Nee. Nee, gelukkig gaat het niet door. U bent opgelucht, neem ik aan? Ja, opgelucht is nog zacht uitgedrukt, hoor. Ja, ja, ja. Ik zou meer zeggen uitgelaten, hè? Ja, ja, wij, ja, door het dolle heen zijn wij. Ja, ja. We staan juichen met de hele generale staf toen we het hoorden. Ja. Het goede nieuws. Dus dat het niet doorging. Nee. Het gaat niet door. Nee. Nee. Nee, terwijl het er toch even naar uitzag dat die golfoorlog wel door zou gaan, hè? Ja. Ja, alles wees erop dat het gewoon door zou gaan. Ja. Wij waren helemaal in staat van paraatheid. Hadden alles gepakt. Pleisters, brandhalf, boerderij erop. Punica-oase. Ja. Alle systemen spik en span, meneer Spijkerman. Ja. We hadden zelfs geoefend. Gekleed zwemmen, watertje trappelen, koppeltje duikelen. You name it, we did it. Goh. Ja. Maar dan is het een opluchting als ze je bellen en zeggen... Nou, het gaat niet door. Nee, nee. Nou ja, dat is niet helemaal zeker nog. Toch? Hoe bedoelt u dat nou precies, meneer Spijkerman? Nou ja, als Saddam Hussein zich niet aan de afspraken houdt... Dan gaat het misschien wel door. Ja. Oh. Oh. Ja. Oh. Hoor je dat, te land? Ja. Dus er is een kans dat het wel... Dat het doorgaat, ja. Oh. Ja. Oh. Ja. Ja, oh, oh. Oh, ja, want, oh. Oh. Ja. Ja, wij dachten dat het definitief nee, afgelast was. Nee, de kans bestaat. Oh, de... Maar goed, laten we hopen dat het niet doorgaat natuurlijk. Nee, nee. Laten we dat alsjeblieft niet hopen. Je moet er niet aan denken dat we het alsnog krijgen, die hele Tweede Golfoorlog. Nee. Even met al die knallen en die ontploffingen. Ja. Ja. En die hinderlagen met die booby traps. Nee. Ja. Of dat we ineens weer autoritair moeten gaan bevelen met van... jij doet dit en jij doet dat en wie denk jij wel dat er hier de baas is? Je moet er niet aan denken, onderdammel. Nee. Ik zie op tegen die walkie-talkie, hoor. Met kappa, epsilon, delta. Hier komt het precisiebombardement in het schoorsteentje. Of dat we er gewoon met die helikopters er wel op af worden gestuurd... die we speciaal hadden aangeschaft. Ja, en die je 20 meter voor de vijandelijke linies nog helemaal niet ziet. En ja, dan zie je ze, ja, maar dan is het te laat. Kaboom, nee, je moet er niet aan denken. Ja, ja. En met je jeep door die eindeloze woestijn over die snorren hobbelen. En Rob en nog een stuk. Ja, ja. En Kroen nog een kapot. Ja. En dan die laatste 50.000 met zo'n bulldozer zo in één keertje. En dan met een schietgeweer. Zo, kereltje, vertel jij maar eens waar ze zitten, mannetje. Ja, 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 ja. Anders doe ik prikkeldraad bij je. Ja. Ja. Nee, oorlog is mensonterend, Spijkerman. Ja, ben ik met u eens, dus laten we niet hopen dat het nou alsnog doorgaat, hè? Nee, laten we vooral niet gaan zitten hopen. Nee. Nee, want als het weer niet doorgaat, dan valt het helemaal zo tegen. Ja, dankjewel. Dag. Oké. Okay.